Assalamu alaikum iedereen, hallo allemaal. Ik ga vandaag warme koekjes maken. Deze had ik eerder gemaakt en geplaatst, maar die heb ik per ongeluk weer verwijderd. Vandaar dat ik ze vandaag weer ga maken en plaatsen. Ik heb nodig pinda's, ongezouten en geroosterd, gecondenseerde melk, 2 repen melkchocola en 2 repen witte chocola. Bismillah, we gaan beginnen. Bismillah, ik ga beginnen. Ik begin met mijn chocola. Deze ga ik smelten. Ik heb hier 2 pannetjes met water en 2 kommetjes. En hier ga ik mijn chocola insmelten. Hier ga ik mijn melkchocola insmelten en hier mijn witte chocola. Deze ga ik op het vuur zetten. Zodra het water kookt, zet ik hem uit en laat ik hem verder smelten. Dan ga ik ondertussen mijn pinda's malen. Ik zet die een beetje zachter. Ik ga nu mijn pinda's malen. Ik ga ze niet in één keer malen, maar beetje bij beetje. Mijn pinda's zijn al geroosterd. Deze ga ik hierin doen. Pinda's niet te fijn en ook niet te grof malen. Ja, deze ga ik ook hierin doen. Is klaar. Ik ga hier 3 grote eetlepels gecondenseerde melk bij doen. En dan kijken of ik genoeg heb of niet. Bismillah. Zet deze even uit, het water kookt al. En die laat ik even verder smelten. Zo, ik ga dit even samenmengen en kijken of het goed is of niet. En nou, deze is goed. Kijk, dit is goed. Ik ga het even afdekken tot mijn chocola gesmolten is. Mijn chocola is inmiddels gesmolten, maar ik laat nog wel in heet water staan. Ik heb hier mijn brownie gehouden en een tabakje. Deze ga ik hier in doen. En dit ga ik hier op doen. En dit ga ik voorzichtig even plat maken. Probeer het zo gelijk mogelijk te maken. Zo. Als je van dikke marmerkoekjes houdt, dan kan je meer pinda's toevoegen en meer gecondenseerde melk. Ik heb hier 2 spuitzakken. Ik ga in 1 zak 2 eetlepels chocola in doen. Ik ga met de melkchocola beginnen. Deze ga ik hier overheen gieten. En met de witte chocola ga ik streepjes trekken.
Dus dan ga ik even uitsmeren. Even voorzichtig uitsmeren. Zo. Ik heb hier mijn witte chocola. Ik ga hier een klein puntje van afknippen en dan ga ik hier streepjes overheen trekken. En met een satéstokje ga ik streepjes steken. Ik begin van boven naar beneden en dan weer van beneden naar boven. Eerst van boven naar beneden en dan van beneden naar boven. Deze ga ik nu in de koelkast doen. Zodra mijn chocola hard is geworden, haal ik hem weer uit. Ga ik hem omdraaien. Dan doe ik het andersom. Dan doe ik witte chocola. En dan met bruin chocola ga ik streepjes drukken. Ik doe hem altijd in de koelkast. Dat is makkelijker sneden straks. De chocola is nu hard geworden. Ik ga het nu omdraaien. Ik ga hier nog een bakpapier op doen. Ga ik de vorm opzetten en omdraaien. Aandrukken. Wel voorzichtig dat hij niet breekt. Zo. Ik ga hier de witte chocola overheen gieten en met de melkchocola ga ik streepjes trekken. Zo. Als de chocola niet meer vloeibaar is, gewoon in heet water doen. Nou, deze ook even uitsmeren. Ik heb hier mijn melkchocola. Ik ga hier een beetje van afknippen en dan streepjes trekken. Ja. En hiermee ga ik weer streepjes trekken. Van boven naar beneden en dan weer van beneden naar boven. Geen van boven naar beneden en dan weer andersom. Deze ga ik weer in de koelkast hard laten worden. Nou, mijn chocola is hard geworden. Ik ga even aan het vorm gaan en snijden. Met een scherp mes ga ik eerst de randen wegsnijden. Zo, snijden. Gewoon dun wegsnijden.
Deze zet ik even aan de kant, zo. Ik ga hier eerst de stappen afsnijden en dan de ruitjes. Ik ga nu ruitjes hier uitsnijden. Ik ga eens de hoeken wegsnijden. Zo. En daar ruitjes uitsnijden. Eerst de hoeken. Ik ga de hoeken schuin wegsnijden. En de ruitjes uitsnijden. Deze zet ik even apart. Ik ga ze nu op papiervormpjes leggen en dan op een bord en dan laat ik jullie het resultaat zien. Dit is het resultaat. Dank jullie wel voor het volgen en wie weet het volgende keer inshallah. Assalamu alaikum. Doei doei.